Miljuschka's maaltijden wordt mede mogelijk gemaakt door Bosch Vita Fresh. Koolsalade is makkelijk, goedkoop en een paar dagen houdbaar. Maar het is soms ook wel een klein beetje eentonig. Vandaar dat ik mijn gepimpte versie met jou deel met een Asian twist. De rode kool die snijden we in partjes en we gaan nog heel veel groenten erbij doen. Namelijk venkel, winterpeen en bosuil. Het is echt heel erg simpel. Het is alleen even wat hakken en snijwerk. De rode kool die is gesneden. Dan gaan we verder met de venkel. De venkel die snijden we heel klein. De wortels die maken we eventjes schoon. Puntjes eraf. En ook die snijden we fijn. Bosuitjes in ringen. Rood pepertje in ringen, munt fijn, koriander fijn, maar die houden we eventjes apart. Voor de dressing gebruiken we Aziatische smaakmakers. Natuurlijk beginnen we zoals bij iedere koolsalade met mayonaise, maar we gebruiken ook sojasaus, honing, sesamolie en limoensap. Dat even goed door elkaar kloppen en dat gaat er overheen. Voor de finishing touch nog wat witte sesamzaadjes en wat zwarte sesamzaadjes. Kijk nou, dat is nog een plaatje op je bord. Heerlijk bij de barbecue of mee naar je werk te nemen. Blijft een paar dagen in je ijskast goed als je het goed luchtdicht afsluit. Het hele recept kan je hieronder nog eens nalezen. Ik ga deze voororderen. Zo lekker. Wat knap. Miljuschka's maaltijden wordt mede mogelijk gemaakt door Bosch Vita Fresh.